eigenlijk altijd met algoritmische targeting. En dat zijn 11 tot 10 ad sets. En ad sets zijn in principe interesses. Dus je target je advertenties op bijvoorbeeld interesse bier, wijn of in ieder geval waar jouw doelgroep mee te maken heeft. Dus je moet wel goed je doelgroep kennen, want anders ga je geld uitgeven aan de verkeerde doelgroep. Die gaan ook niet een koper worden. Dus we zoeken echt impulskopers in de juiste interesses. En het liefst zijn die interesses tegen de 5 miljoen aan, maar dat weten jullie volgens mij al wel. Nou, er zijn een aantal regels waarvoor we die adsets doen. Dus we hebben eigenlijk 8 interesses in totaal, van 2 tot 8 interesses. Dus dan heb je bijvoorbeeld bier, wijn, frisdrank, et cetera. En we hebben 3 interesses met 1. En de doelgroepgrootte van deze interesses is van een minimaal van 800.000 qua publiek. En dan raden we aan om in Nederland en Vlaams gewest te gaan beginnen. Vlaams gewest is het Nederlands sprekende deel van België. En dan komen we redelijk snel aan dit soort getallen. Hoe dichter bij je doelgroepgrootte qua 5 miljoen is, merk ik vaak hoe beter. Met een maximaal van 7 miljoen. Alles daarboven raad ik niet aan. En alles onder de 800.000 is zeker een no-go. Nou, op deze manier testen we eigenlijk een product 1 tot 3 dagen. Dus je zal straks winnende producten ook hebben op bol. Maar ook eventueel producten die je eventueel gewoon los wil testen. Die testen we 1 tot 3 dagen met Facebook. Kunnen we redelijk snel zien of iets sales pakt of niet. En of het ook een potentiële winnaar is op je eigen website. Daarin kunnen we redelijk snel richting 25 sales draaien met 1 product. Dus we runnen dus advertenties voor 1 product. En dat is voor retargeting. En retargeting is in principe iemand die jouw advertentie voor het eerst ziet, is een koude lead. En iemand die jouw advertentie vaker ziet, is een warme lead. En hierdoor zorgen we dus dat we ze retargeten. En het liefst dat ze onze advertentie 7 keer bekijken. Want vaak hebben ze meerdere contactmomenten nodig met onze webshop voordat ze een aankoop gaan doen. Nou, die 11 adsets keer 5 euro, 55 euro per dag, plus de retargeting die op 15 euro per dag staat, is 70 euro per dag aan advertentiekosten in principe. Het doel hierbij is dat je opbouwt tot 100 sales. Het kan redelijk snel gaan als je een winnend product hebt. Dus daar is het altijd belangrijk dat we op de juiste metrics gaan killen en juist niet. Dus op dag 1 kijken we naar de view content. Dus dat zijn kost per klik, CTR, CPM's. Dat zijn eigenlijk key performance indicators. En als die slecht zijn, dus stel je voor je hebt een kost per klik van hoger dan 1 euro, of een lagere click-through rate van onder 1%, of een CPM die enorm hoog is, ja, dan raden we het aan om adsets uit te zetten. En je beoordeelt altijd per adset en niet per gehele campagne. Nou, dan heb je aan het eind van deze dag 5 euro uitgegeven vaak. Vaak zien we door de video's en thumbnails die wij gebruiken dat je hier bijna nooit adsets uitzet, omdat we goede video's en goede thumbnails gebruiken voor onze producten, waardoor mensen sneller zullen klikken. Nou, dag 2 heb je dus op de adset van bijvoorbeeld, zal ik even de bier aanhouden, 10 euro uitgegeven. En als die geen add to cart heeft, een toevoeging aan winkelwagen, zet je ook deze adset uit. Nou, dan zijn er nog adsets die aangebleven zijn en ook al sales pakken in dag 1 en dag 2. Die dupliceren we straks door. Maar heeft hij op dag 3 nog geen sale? Bijvoorbeeld de interesse bier, die heeft dan 5 euro uitgegeven op dag 1. 5 euro op dag 2. Omdat hij wel een add to cart heeft en goede KPI's, maar hier geen sale, dan zet je hem uit. In totaal spendeer je dus 15 euro per interesse bier bijvoorbeeld. Nou, waarom doen we dit nou? Vaak is je marge minimaal 20 euro voor een product dat je op je eigen website verkoopt. 20 euro winst voor jou. En als je na 15 euro spendt nog geen enkele verkoop heb gemaakt op de interesse bier, ja, dan gaat dat in de komende dagen waarschijnlijk ook niet gebeuren. En hebben we dus in principe 24 tot 72 uur per product waarin we kunnen zien of een product wel of niet aan gaat slaan. En dat is een stuk sneller ten opzichte van Bol. Bol zien we meestal 1 tot 2 weken voordat je wat klantbezoeken pakt, voordat je wat sales gaat pakken. Ja, dit is een veel snellere manier om resultaat te zien in je e-commerce business, maar wel een manier die, ja, advertentiekosten meedraagt. En dat is nou eenmaal zo. Nou, vanaf dag 1 dupliceer je dus adsets die sales, verkopen krijgen. Dat zijn dus, dupliceren is in principe kopiëren. Dus bijvoorbeeld de interesse bier, die heeft op dag 1 een sale. Dan kopieer je die door. Nou, krijg je die kopie ook weer een sale, blijf je net zo lang door kopiëren in principe. En zo bouw je eigenlijk een infrastructuur van advertentiesets die keer op keer sales pakken. En zo kan je eigenlijk deze specifieke campagne al vaak 1 tot 2 maanden winstgevend draaien bij een winnend product. Dat is wel cruciaal natuurlijk. En daarom hebben we deze driedaagse regels.
Nou, je kan lekker door blijven dupliceren 5 keer 5, maar je kan ook split testen op 10 keer 1,50 euro. Nou, Facebook wil je dat jij zoveel mogelijk geld gaat uitgeven, want hun zijn gewoon ook gewoon een groot bedrijf, een van de grootste ter wereld. En daarom heb ik specifiek deze manier van 1,50 euro gekozen, omdat Facebook over 24 uur maar 1,50 euro kan besteden. En dan zal die betere data pushen voor die 1,50 euro, want hij heeft maar een max van 1,50 euro per dag. Dan gaat hij niet slechte kwaliteit traffic naar jou sturen als je bijvoorbeeld 50 euro per dag zet. En daarom doen we dus meerdere adsets van 5 keer 5 of 10 keer 1,50. En dan kan je zelf zien welke van de twee het beste werkt bij jouw product. Nou, deze hele methode die we hier hebben gezet is eigenlijk de testfase van jouw product. En het doel is dat je hier tot 75 tot 100 sales opbouwt, inclusief retargeting. Dus vaak zullen je advertentiekosten in dit gehele gedeelte wat we nu hebben doornomen tussen de 50 en de 100 euro zijn. En daarmee willen we in 1 tot 2 weken opbouwen tot 75 tot 100 sales. Wat best realistisch is met een goed lopend product. Nou. Dan ga je eigenlijk door met iets harder schalen. En daarom gaan we op relevante custom audiences kijken. En dat zijn dus mensen die al op jouw website geweest zijn. Die bijvoorbeeld al een aankoop hebben gedaan. Die bijvoorbeeld een betaalgegevens hebben ingevuld. Die bijvoorbeeld een toevoeging aan winkelwagen hebben gedaan. Die jouw productpagina hebben bekeken. Die jouw website hebben bekeken. Die jouw videoadvertentie hebben bekeken. Iedereen die maar te maken heeft gehad met jouw product. En daar bouwen we lookalikes op. En lookalikes zijn dus zeg maar de mensen die jouw product hebben bekeken of productpagina, gerelateerde mensen. Dus mensen die in diezelfde doelgroep passen als mensen die bij jou een aankoop hebben gedaan of poging tot aankoop of in ieder geval interesse hebben getoond. En daar hebben we eigenlijk percentages voor. Die percentages die kan je in Facebook zelf gaan instellen. Dus 1% hebben we 2, 3, 4 tot 5. Daarna hebben we 5 tot 6, 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9 en 9 tot 10. Pakt Facebook daar de percentages van en gaat die dus op basis daarvan traffic instellen voor jou? Nou, dat zullen een hele hoop aantal adsets zijn in dit geval. Dat kunnen ze soms wel eens 100 tot 200 zijn. Dus 100 keer 1,50 euro, om het even makkelijk aan te houden, is een extra budget van 150 euro per dag. Gebruiken we dezelfde post-ID en dat is eigenlijk creative. Dus je hebt één video, één thumbnail, één ad copy. En de beste daarvan, die blijft voor deze specifieke campagne. Zet hem op 7 dagen klik, dus dat mensen vandaag jouw advertentie te zien krijgen, morgen en de komende 5 tot 7 dagen, zodat ze sneller een aankoop zullen doen. En deze campagne laten we meestal 5 tot 7 dagen lopen, omdat op 1,50 euro budget kan je niet op één dag zien wat het eventueel gaat doen. En we kunnen redelijk snel ook 5 tot 7 dagen, is iets langer dan de vorige. Maar deze campagne zie je vaak wel als je product al bij de fase 1 van algoritmische targeting hard schaalt. Dan kan het hier of keihard gaan, of je ziet in de eerste paar dagen een mindering. En dat kan eventueel een indicatie geven van een slecht ad-account, maar ook van een product dat eventueel toch niet zo winstgevend is als we hadden gedacht. Nou, dit is één specifieke campagne. Hiernaast runnen we ook nog nieuwe campagnes om creatives te testen. Dus nieuwe video's, nieuwe ad-copies, nieuwe thumbnails, nieuwe scrollstoppers. Om betere KPIs te krijgen, dus om meer kliks te krijgen naar je pagina. Betere bezoekers, betere click-through rate. Al dat soort dingen om te optimaliseren. Nou, die runnen we hier dus 5 tot 8 dagen. En dan kill je daarna adsets onder je break-even ROAS. Het is heel belangrijk om die straks uit te rekenen voor jouw product. En die blijven eigenlijk langzaam doorschalen. Dus die ga je van 1,50 euro elke 48 uur dat die winstgevend is. Na die 5 tot 8 dagen verhoog je het budget met 20 tot 30%. Alles wat je hoger schaalt dan 20, 30% op Facebook kan of supergoed gaan of super slecht. En als je 20 tot 30, dan merk je vaak de meeste stabiele stijging in je business, dat je zo gaat in plaats van dat dingen straks bij je gaan instorten waar je niet op zit te wachten. Oké, nou, het is belangrijk als je ziet dat je ROAS zakt, dus 1 euro erin, 10 euro eruit. Als dat van 10 ROAS naar 1 ROAS gaat, verliesgevend, dan maak je eigenlijk weer nieuwe custom audiences. Dus mensen die jouw productpagina hebben bekeken, toevoegen aan winkelwagen. In ieder geval iedereen die interesse heeft getoond. En dan begin je weer vanaf nul als dat extreem laag gaat en je toch veel winstgevend was. En dit is vaak het punt waarop je ziet van dat je business van, laten we zeggen, een paar 100 euro per dag tot 500 euro per dag omzet gaat, boven die 1000 euro omzet per dag kan gaan, mits je een winnend product hebt natuurlijk. Dat is wel heel belangrijk. Nou, eigenlijk hebben we hierbij precies hetzelfde. Relevante custom audiences afgelopen 180 dagen,
ook weer purchase, initiate checkout, add to cart, view content, website visitors. Iedereen die interesse heeft getoond. Weer precies dezelfde percentages. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tot 6. 6 tot 7. 8. 8 tot 9. 9 tot 10. En daar hebben we ook weer settings van 5 euro budget. Dus in plaats van 1,50 euro hebben we deze op 5. Nou, dan heb je er minimaal 100 tot 200. Dat is een extra ad spend van 500 euro per dag. Dat klinkt misschien niet heel veel, maar als je straks een winstgevend product hebt en je verdient daar een paar honderd euro per dag mee tot duizenden euro's per dag, dan is dat eventueel wel interessant. Maar dat doen we pas zodra je stap 1 hebt doorlopen en stap 2, dan zet je eventueel deze pas aan. Nou, nog steeds hebben we hier dezelfde post-ID. De best presterende creator van je product gebruik je hierbij. 7D-click zet je hem erop. Is één specifieke campagne. En hierbij start je ook weer nieuwe 5 campagnes om creatives te testen. Voor betere kost per kliks, betere CTR, betere CPM. Hierbij volg je weer de 3-dagen-regel die ik bij 1 heb genoemd. Dus dat was dag 1, slechte KPIs, slechte kost per klik, CTR, CPM uit. Dag 2, geen add-to-cart kill. Dag 3, geen sale kill. En dupliceren gebruiken we hier ook precies hetzelfde als bij stap 1. Even kijken dat ik eventjes omlaag scroll. Yes, wat belangrijk hierbij is, dat je audiences die je killt, dat je deze eventueel later opnieuw zou gaan lanceren. Want vaak zetten we hierbij in deze fase heel veel meer budget aan. En zien we dat het product eventueel nog harder gaat lopen. Want je hebt stap 1 doorlopen en stap 2. Nou, lopen die allebei goed. Is de kans groot dat stap 3 je business helemaal opblaast. En 9 van de 10 keer, zeker als je al stap 1 en 2 goed hebt doorlopen hierbij. Is het eventueel interessant die audiences die wel slecht presteren met slechtere cost per kliks, geen add to carts, geen sales, om ze nog een kans te geven om eventueel wel winstgevend te worden. En hier doen we weer dezelfde 3-dagen-regel volgen. Dus eerste dag, na 24 uur, 5 euro spend, geen goede kost per klik, CTR, CPM, uit. Dag 2 geen add to cart kill, dag 3 geen sale kill. Nou, zijn deze ad sets hierbij wel winstgevend, dupliceer je weer met de 5 keer 5. En dan blijven we weer doordupliceren net als in het begin. Hierbij test je niet 10 keer 1,50, want hier zit je al op zo'n hoog budget dat dat niet meer relevant is voor jou. Nou, dan heb je stap 4 en dan is CBO-fase. Alles wat we tot nu toe hebben doorlopen is EBO. En dit is de eerste keer dat je CBO's toepast. CBO's kan je heel veel geld mee verbranden, maar ook heel veel geld mee verdienen. En daarom zetten we die pas in stap 4. Omdat je stap 1 hebt doorlopen, winstgevend. Stap 2 winstgevend, stap 3 winstgevend. Dan kom je bij stap 4. En daarin kijk je naar de meest winstgevende audiences die je hebt uit stap 1, stap 2 en stap 3. En die stop je in een nieuwe campagne. Die zet je op 150 euro budget per dag. Op one day click, daarin kill je ook weer ad sets onder break even na 3 tot 5 dagen. Je verhoogt budget met 20% zoals je ook doet bij stap 1, stap 2 en stap 3. Elke 48 uur met 20% met een maximaal van 30% als je heel hard wil gaan schalen. Wanneer je ziet dat de ROAS dip bijvoorbeeld na het schalen, dat zien we best vaak bij producten die je net aan het testen bent, of bijvoorbeeld stap 2 of stap 3 bent, of zelfs stap 1, dan kan je 3 best presterende audiences toevoegen van stap 2 en 3. Dus dan laten we stap 1 even buiten beschouwing. Oké, nou, je herhaalt 5 wanneer nodig is. Dus als je ziet dat de ROAS weer echt keldert, wat redelijk normaal is over tijd, kan je weer nieuwe best presterende audiences toevoegen in je CBO. En verlaag het budget met 20% bij het eind van de dag als je ROAS significant dip. Dus als je ROAS van 10 naar 1 gaat. Als je echt een hele grote stijging ziet in je daling in je ROAS. Dan is het adviesbaar om een 20% down te scalen. En als iets winstgevend blijft, elke 48 uur 20% omhoog. Echt extreem verliesgevend, elke 48 uur 20% omlaag. Nou, wanneer je ziet dat de CBO goed presterend is, wat kans best wel groot is, dupliceer dit proces met de nieuwe CBO, met andere audiences, ook weer 5 tot 8. Dan zijn we alweer bij de laatste stap gekomen. Eigenlijk de meest extreme en agressieve stap. Het kan zijn dat je in dit hele proces, bijvoorbeeld stap 1 is ondertussen misschien al doodgaan. Stap 2 is misschien ook niet meer een winstgevende campagne, maar je hebt misschien nog wel je CBO en stap 3 runnen. Dan heb je manual bidding. Dan heb je stop je audiences in één individuele campagne. En dan kijk je naar je ROAS van 2 tot 2,9, 3 tot 3,9, 4 tot 4,9, 5 tot 5,9, 6 tot 6,9. En alles wat je daarboven hebt is mooi meegenomen, maar verwacht ik niet dat dat superveel nog zou zijn op deze hogere schaal. Dat gaat over een budget van 1000 euro per dag. Klinkt misschien heel veel, maar als je al zo lang dit product aan het schalen bent, ja, is de kans
bijna wel zeker dat dit gewoon gaat werken. Maakt niet uit op wat voor manier je op dit punt eigenlijk zou schalen, maar dit is gewoon de manier die ik jullie aanraad als je eenmaal zo ver bent met je product. Nou, de doelgroepgrootte is hier bij 5 tot 20 miljoen, is een stuk groter. En daar kunnen we ook eigenlijk gewoon no interest Nederland en Vlaams gewest en bijvoorbeeld leeftijdsgroepen toevoegen en bijvoorbeeld geslacht, omdat je wat meer data hebt over jouw kopers. Bid zet je op 1,05 euro op je vorige automatische bidding. Adsets van je kost per purchase om te beginnen. Bid laagste kost en dan zet je die bid cap op manual bid. Nou, hierbij is het wel heel noodzakelijk om je spend te monitoren. Stel je voor je zet op 1000 euro per dag, maar misschien geeft hij maar 20 euro per dag uit, omdat je een spend limit hebt op Facebook of juist heel snel heel veel geld en gaat het niet goed. Is het heel belangrijk om dit goed in de gaten te houden vergeleken met andere campagnes, omdat dit een hele agressieve manier is van schalen. Nou, mocht het zo zijn dat het heel slecht performt, verlaag je deze bid dus met 1 tot 3 euro als dat noodzakelijk is. Nou, volgende stap is verdubbel je budget bij winst. Elke 48 uur, dus van 1000 naar 2000, 2000 tot 4000, kunnen eventueel ook nog andere landen hierbij erbij gaan zetten, zeg maar. En dat is het eigenlijk in het kort voor het schalen. Hebben we eigenlijk 5 verschillende stappen, van testfase tot opschalen. En eigenlijk is het belangrijk dat als je uit deze fase bent gekomen, dat je naar stap 2 gaat, van stap 2 naar stap 3, van stap 3 naar stap 4, van stap 4 naar stap 5. Dan heb je eigenlijk een hele infrastructuur voor je business. Mocht stap 2 slechter presteren, heb je altijd nog stap 3, zeg maar. En kan je eigenlijk met één dropship product, kan je in principe, als het een evergreen product is, een jaar lang vooruit draaien. Of soms vaak nog wel eens langer. Vaak zien we dat producten vaak maar 2 weken draaien bij mensen. En dat komt vaak door deze campagnes. En aangezien we deze 5 verschillende stappen hebben qua campagnes, is de kans veel lager dat je product doodgaat als je product eenmaal een winnend product is. En dat zal alleen maar zijn als je de stappen goed volgt. Dus als je 75 tot 100 sales hebt en je zet stap 2 aan, dan of je ontploft, zeg maar, je sales die gaan echt skyrocket, of er gebeurt vrij weinig, dan is het adviseerbaar om terug te schalen en bijvoorbeeld alleen stap 1 te runnen en eventueel meer producten te gaan testen. Want als je product echt niet meer verder komt dan die 75 tot 100 sales, dan is het waarschijnlijk geen winnend product. Dus dit is eigenlijk de manier van schalen die ik wil dat jullie straks gaan toepassen in je bedrijf, zodra je op Shopify komt. En dit is eigenlijk een manier, het lijkt misschien hoog qua budget, maar wat je normaal bij Facebook er doorheen ramt, is veel en veel meer dan dit. En met deze methode krijg je vaak ook je inzet vaak terug, 9 van de 10 keer. Dus stel je voor 1000 euro advertentiekosten, ja, daar haal je niet 0 euro omzet uit. Daar kan je bijvoorbeeld een paar duizend euro winst uit halen, maar eventueel in het slechtste geval break-even slash verliesgevend op je campagne, zeg maar. Dus het is wel belangrijk om dit goed te snappen, zeker voor de testfase, om dit goed in elkaar te zetten en te begrijpen welke producten eventueel aanslaan. En goed te analyseren qua schalen, uitzetten, maar daar hebben we al deze regels voor. Dus dat was het eigenlijk voor het schalen voor vandaag, mannen. Ik hoop dat dat voor jullie een beetje duidelijk was. Ik denk dat het best uitgebreid en geavanceerd is voor degenen onder jullie die bijvoorbeeld nog op Bol verkopen of die net beginnen met testen of net een winnaar hebben te pakken. Maar dit is wel een hele interessante manier om verder te schalen ten opzichte van gewoon standaard geen interesse, 5 interesse CBO te testen, zeg maar. 5 adsets, no interest, wat iedereen doet. Op deze manier, ja, heb jij gewoon een veel beter beeld van, hey, hoeveel euro leg ik in Facebook en hoeveel kan ik terugkijken in plaats van te gokken? En dit is gewoon iets wat bewezen is over de afgelopen jaren, wat ik eigenlijk al aantallen jaren gebruik. En wat eigenlijk veel van mijn succesvolle studenten, die hebben eigenlijk dit hele pad van stap 1 tot 5 helemaal doorlopen. En dan kan je echt een business opbouwen voor de lange termijn. En dan kan je dus ook van je dropshipping store naar inkoop gaan en naar branding en echt merken opzetten. En ja, dat was hem eigenlijk voor nu.